Ja, hallo, ik ben Peter van der Veire en mijn idool is eigenlijk zo eind jaren 90 begonnen op de televisie en intussen een soort vriend geworden ook. Miguel Wils, hallo. Hey, ja. Toen deed hij de Notenclub, legendarisch programma. Komt dat ook nog terug? Ja, dat komt nog terug, ja. Ja, en doe jij mee? Nee, ik doe niet mee. Dus ja. Ze kunnen mij niet betalen natuurlijk. Maar los daarvan, misschien moeten we nog even, om back to the 90s te gaan, nog even van Notenclub doen. Dus dan kreeg je bijvoorbeeld een woord, ik zeg maar iets, vrienden bijvoorbeeld. Vrienden? Oh. Vrienden en dan... Vrolijke vrienden. Vrolijke vrienden, dat zijn wij. Precies, oké, dat is ruim gedaan. Wat ik zo jammer vond, er is nooit in de Notenclub gebruik gemaakt van Gabberhaus. Toch wel zeer 90s. Nee, zo'n beetje gemiste kans. Gemiste kans eigenlijk, hè. Ja, dat was spijt. Dus dacht ik, misschien moeten we toch even de Gabberhaus, wat toch een mooie muziekstroming is, terugbrengen naar de jaren 2013. Zijn jullie klaar? Ja. Oké. Okay.